Vandaag enigszins uit tijdgebrek ook weer een verkorte aankondiging. Het is niet anders. Als ik het opschrijf, dan ben ik misschien met de uitzending te laat. En zo haal ik het misschien nog net. Het is 11 maart 2019. Dit zijn de Daily Minutes. Ik begin met deel 5 over repeatertechniek. Helaas lukt het me vandaag niet om... het is vorige week ook niet gelukt om nieuwe content te maken. Het komt er echt wel snel aan. Maar de ideeën willen niet komen en ik heb er niet veel tijd voor. En na de repeatertechniek heb ik dan nog data vandaag. Wat ik vandaag wil uitproberen is hoe de SSTV en de MFSK 32 zich wederzijds beïnvloeden. Het is MFSK 32 en dat moet je handmatig instellen op 600 hertz. MFSK 32 op 600 hertz en dat loopt tegelijkertijd met twee plaatjes in PD90. En ja, de bedoeling is, het is nu even sterk om te kijken of het MFSK in het SSTV te zien is. En of dat andersom, dat er ook beïnvloeding is. Goed, ik ga gewoon beginnen. Dit is deel 5 van de serie over repeatertechniek. Paul PA3 DFR mailde mij nog over iets rond isolatoren dat ik niet genoemd had. Paul, bedankt. Isolatoren worden ook achter zenders geplaatst, zo schrijft hij, om intermodulatie tussen meerdere zenders op één locatie te voorkomen. Meerdere signalen van sterke zenders in een zendereindtrap, als ze daar terechtkomen, kan dit eventueel samen met het signaal van de zender zelf tot intermodulatie leiden. Intermodulatie kan ook komen uit bijvoorbeeld een in de zender ingebouwde directional koppeler om SWR te meten. Een isolator voorkomt dan dat de signalen van andere zenders op die plek in de zender kunnen terechtkomen. We waren gebleven bij de controllers. In principe kan een controller werken door de squelch direct aan de PTT van de zender door te koppelen en verder niet. Bij zendontvangers die een crossband repeater functie hebben, gebeurt het vaak op die manier. Op zich is dat prima, maar het is toch wel prettig als gebruikers een reactie van de repeater terugkrijgen, zodat ze kunnen vaststellen of ze door de repeater ontvangen worden gehoord. Dit kan bijvoorbeeld door de zender nog korte tijd in de lucht te laten als de squelch al dicht gaat. De meeste repeaters combineren dat met een rotsjepiep, maar dat hoeft echter niet. Simplex repeaters die zijn er in twee varianten. De ene variant koppelt het signaal dat op de plek van de repeater ontvangen wordt door naar een netwerk, meest via internet of iets als hamnet. En signalen die van het netwerk worden ontvangen, die worden in de ether uitgezonden. Hiervoor zijn meerdere namen in gebruik. Simplex repeater is de wat minder gebruikte. Node, link of hotspot komen als naam in het Nederlands ook voor. Een dergelijke repeater werkt niet meer als het netwerk niet functioneert. Als controller wordt hier meestal een computer gebruikt of een combinatie van een fysieke controller en een computer waarbij de laatste voor de koppeling naar het netwerk zorgt. Een andere vorm van simplex repeaters is de papegaai repeater. Alternatieve namen daar zijn herhaalzender en stoor en forward. Een papegaai repeater herhaalt op dezelfde frequentie wat er is ontvangen, waarbij er meestal een maximale tijdsduur is dat er gesproken kan worden. Een dergelijke repeater werkt zonder netwerk. Er zijn speciale controllers voor papegaai-repeaters. Er zijn reguliere controllers die een papegaai-functie ondersteunen. En er zijn ook softwarecontrollers voor die op een computer werken. Nadeel van een papegaai-repeater is dat je steeds op een doorgang moet wachten. De communicatie verloopt daardoor traag. Het grote voordeel van een simplex-repeater is echter de eenvoud. Er is alleen een reguliere zendontvanger nodig, geen filters. En zet je twee simplex-repeaters neer op een paar honderd meter uit elkaar, die je via een radiolink of via internet koppelt, dan kun je het duo ook gewoon als repeater gebruiken. Dit is, zoals ik al meldde, bij 10 meter repeaters de standaardpraktijk. Er zijn, zoals ik zei, enorm veel controllers te koop. Eenvoudige controllers bevatten alleen een koolgever, rotsjepiep en niet veel meer. De meeste controllers die nu te koop zijn, kun je op afstand besturen. Ook de exemplaren die niet op computers gebaseerd zijn. Deze controllers kun je via DTMF op afstand configureren. Dat configureren via DTMF op afstand heeft, als je niet oppast, wel een paar risico's. De kans is groot als je geen extra maatregelen neemt dat een grapjas de codes weet te achterhalen en dan op eigen houtje gaat proberen de repeater opnieuw te configureren. Het instellen van een pincode voor zoiets is niet een afdoende bescherming. Iemand kan gewoon opname maken van de ingang en ook de pincode is dan zo achterhaald. DTMF-codes worden in de meeste gevallen niet gerelieerd. Dat is zeker bij gekoppelde repeaters van belang, omdat het in sommige gevallen ook functies bij de gekoppelde repeaters kan beïnvloeden. Sommige controllers hebben een extra besturingsingang. Hierop kan een extra ontvanger gekoppeld worden op een willekeurige frequentie, vaak in een band waar de repeater niet werkt. Het besturen met DTMF van de repeater werkt dan uitsluitend op de frequentie van deze extra ontvanger en niet op de repeateringang. Om de frequentie moeilijk raadbaar te maken kun je die eventueel af en toe veranderen. Nadeel is dat je daar dan wel voor naar de repeaterlocatie moet.
Een waarschijnlijk betere manier is er eentje die vaker wordt gebruikt. De controller heeft dan een programmeermodus die je kunt activeren door bijvoorbeeld een telefoonnummer te bellen en daar een pincode in te tikken. Na intoetsen van de pincode kun je bijvoorbeeld 5 minuten lang de programmeermodus van de repeater via de ingang van de repeater gebruiken. Bij gebruik van een Raspberry Pi of een andere computer voor de besturing zijn de mogelijkheden voor configuratie op afstand veel uitgebreider, als de controlecomputer tenminste via internet te benaderen is. Door de jaren heen zijn er diverse functies ontwikkeld om misbruik en ongewenst gedrag op repeaters te voorkomen. Eentje daarvan is de al eerder genoemde anti-kerchunk. Op dat soort dingen gaan we later in deze serie nog verder in. Daily Minutes zijn dagelijks vanaf ongeveer 1900 uur te beluisteren. De uitzending wordt een dag later om 10:30 ochtends herhaald. Alle mail is welkom op het adres x@xdv.me. Dat is ook te vinden rechts bovenaan de webpagina van de uitzendingen www.pa0ete.nl. De Daily Minutes toont iedere dag weer aan de hand van schokkende voorbeelden hoe een hobby mensenlevens kan veranderen. De internetfaciliteiten en studiohardware voor Daily Minutes worden gesponsord door 70MHzShop.nl. 70MHzShop.nl. En microfoon naar retour.